Potverdikkie, de treinen rijden niet. Het is knelpride vandaag en ze hebben de treinen van Amsterdam allemaal stilgelegd. We hebben een heel treinschema hebben erbij gehaald, hoe ze kunnen reizen. We gaan nu echt aan de slag, want het is echt een chaos. We moeten echt door, dan lopen ze al. Sorry hoor. Hauptsache, wir kommen zu der Breit. Ne? Das ist immer schön da. Da wollen wir unbedingt hin. Hebben jullie een beetje zin in? Ja. Ja. Ja, jullie zien er echt geweldig uit. Ja, leuk. Daar kunnen wij niet tegenop. Vergeleken met deze gasten valt jullie pakje een beetje niet, hè? Hallo, wij zijn hier van de campingpolitie, dus zou jij even op je woorden letten? Ja, ze hebben er zin in. Ze hebben er echt zin in om naar Amsterdam te gaan. Die gezelligheid, de drukte. Goedemorgen, hem. Goedemorgen. Plena, Spaß haben. Jeglicher Art. Konkret? Ich gehe nicht ins Detail. Der Tag ist lang. Spürt man hier die Breit schon ein bisschen? Ja, in jedem Fall. Het is voor de mensen echt een heerlijk moment van ontspanning. En iedereen weet, je moet voor jezelf opkomen. Dus veel gasten zijn ook expressief gekleed. Je hebt zelfs camping-eigenaren die een beetje bijzonder eruit zien. Dit is het moment om de wereld te laten zien. Wij mogen er ook zijn. Het gaat lukken. Ze komen in Amsterdam. Even koffie, hoor. De kopjes voor de koffie. Heute ist Gay Pride, ja. Aber wir machen Gay Pride hier. Hier ist es ein bisschen ruhiger, nicht ganz so viele Menschen und wir können uns hier austoben. Aber dort geht's los. Hier auch. En vanavond om 1 uur of 8 komen ze denk ik weer terug. Dan zijn ze altijd doodop. Dan denk je van nou, gezellig s'avonds. Nee hoor, ze gaan vroeg naar bed. Ze zijn echt dan doodop van een hele dag in de stad rondkijken. Heute Abend seid ihr völlig losgelöst? Mal schauen. Es kommt drauf an.